Goedenavond. Welkom allemaal op deze livestream bijeenkomst over extreem rechts en de klimaatcrisis. Super dat je ondanks de voetbal toch er zij. Dat doet me deugd. Ik ben Sebem. Ik zit bij IS in Utrecht. Straks hebben we een inleiding van Hans Spijker. De inleiding duurt ongeveer 35 minuten. Tijdens de inleiding wil ik jullie vragen of jullie je willen muten. Geen discussie graag bij tijdens de inleiding. Wil je toch deelnemen straks na de inleiding van Hans Spijker? Dan kun je een bericht sturen via Facebook. Dan krijg je een Zoom-link en dan kun je meediscussiëren over de inleiding. Ik wens jullie veel plezier. En geef het woord aan Hans. Ja, dankjewel voor de introductie. Ik ga gelijk mijn scherm delen. Als het goed is, zien jullie nu mijn scherm. Zoals jullie allemaal weten, bevinden we ons op het moment midden in een klimaatcrisis. Een crisis die zichtbaar is, die ontwrichtend is, die dodelijk is. En hoewel er al decennia lang wetenschappelijk bewezen is dat de aarde opwarmt en dat deze opwarmt door menselijk toedoen, vinden we wereldwijd en in Nederland in het bijzonder nog steeds allerlei figuren die beweren dat het wel meevalt met de klimaatcrisis of dat die zelfs helemaal niet bestaat. Specifiek hoor je dat soort geluiden uit de hoek van extreem rechts komen en niet in de laatste plaats extreem rechts in Nederland. En om jullie gelijk een voorproefje te geven van hoe extreem rechts praat over klimaat en klimaatcrisis, zal ik een compilatie van een minuutje instarten waarin politici van de PVV, Forum voor Democratie en Ja 21 aan het woord zijn over klimaat. Kijk, zo. Ik denk dat dit hele klimaatveranderingsidee is een hoax, vergelijkbaar met de zure regen. Warmt de aarde gigantisch op? Nee. Komt dat dan vooral door de mens? Antwoord nee. Ik zeg niet dat je helemaal niks mag doen wat goed voor het klimaat is. Alleen dat die windparken, die zonnepanelen, die aardgasvrij, die route is echt desastreus. Ze zoeken een excuus om ons hele leven te reguleren, om controle over alle aspecten van de samenleving te krijgen. We zien dat Afrika explodeert. Kijk, en daar zouden de verkiezingen nu over moeten gaan, niet over een onzinnig klimaatakkoord. Het is een internationale ideologie, cosmopolitische, cultuurmarxistische ideologie. En we zijn helemaal niet tegen alternatieve energiebronnen. Maar kijk dan eens naar kernenergie. Dat vind ik heel realistisch. Wat hebben we aan een goed klimaat als we dadelijk de sharia in Nederland hebben ingevoerd? Het is een watermeloen. Het is groen aan de buitenkant, rood aan de binnenkant. Het is socialisme met een nieuw jasje. Ja, nou, ik vrees dat ik jullie straks nog meer van dit soort onzin ga voorschotelen. Maar dit soort citaten maken wel gelijk heel duidelijk hoe schaamteloos, hoe antiwetenschappelijk, hoe racistisch en ook complottheorie gedreven extreemrechtse retoriek over de klimaatcrisis is. En die retoriek zelf, die zou ik naar de hand verder ontleden. En helaas heeft het in twijfel trekken of het ontkennen van de klimaatcrisis nog altijd effect. In 2019 schat het onderzoeksrapport Publieksmonitor Klimaat en Energie in dat in 2019 maar liefst 30% van de mensen in Nederland het bestaan of de ernst van de klimaatcrisis betwijfelt. Nou, het moet gelijk gezegd worden dat veel van de onzin die je uit de monden hoort van figuren als Wilders en Baudet over de klimaatcrisis, dat dat niet origineel of dat dat niet zelf bedacht is. Hè. Grote bedrijven, en dan vooral de fossiele industrie, die hebben een sleutelrol gespeeld in het zaaien van verwarring over de klimaatcrisis. En tot op de dag van vandaag maakt extreemrechts nou juist gebruik van die leugens die grote bedrijven al sinds de jaren 80, 1980, verspreiden. Nou, ik zal tegen het einde van mijn inleiding ook al de strategische inhoudelijke verschillen tussen de klimaatontkenning van extreem rechts en grote bedrijven benadrukken, want die zijn natuurlijk wel degelijk. Nou, voordat ik begin, wil ik je laten weten hoe ik het onderwerp extreem rechts en klimaat in deze inleiding wil aanpakken. En eerst wil ik kort duidelijk maken waarom de fossiele industrie en kapitalisme zo onafscheidelijk zijn. En dat moet gelijk verhelderen waarom multinationals zo agressief de klimaatwetenschap hebben aangevallen. Waarna ik vervolgens een heel korte geschiedenis geef van de manier waarop het grote bedrijf, of het grootbedrijf, bouwde aan een klimaatontkenningsinfrastructuur om de klimaatwetenschap en ook klimaatbeleid te saboteren. Nou, daarna gaan we naar de klimaatontkenners zien in Nederland. En de nauwe verwantschap, daar gaan we kijken naar de nauwe verwantschap die er bestaat tussen extreemrechtse organisaties, media en partijen
en zogenaamde klimaatskeptici. Nou, ik zal daarna op de extreemrechtse of de overwegingen van extreemrechtse partijen en politici inzoomen en kijken naar waarom ze de klimaatcrisis ontkennen. En tot slot eindigen met eigenlijk een korte schets van mogelijke veranderingen die zullen plaatsvinden in de klimaatretoriek van extreemrechts, of die nu al plaatsvinden. Om te beginnen bij de relatie tussen fossiele brandstoffen en kapitalisme. Nou, deze relatie is heel mooi en bondig beschreven of verwoord door de Canadese klimaatactivist en zelf beschreven ecosocialist Ian Angus. En hij schreef ooit: fossiele brandstoffen zijn niet zomaar een laagje dat je van het kapitalisme kan afpellen in de hoop dat het systeem intact blijft. Fossiele brandstoffen zijn ingebed in elk aspect van het systeem. En dat klopt. Voor het grootbedrijf vormen fossiele brandstoffen een fundamentele bron van inkomsten. Bedrijven verdienen jaarlijks tientallen miljarden euro's aan, die natuurlijk niet in de zakken van gewone werkende mensen eindigen, maar vooral in de portemonnee van managers, van grote aandeelhouders, de werkelijke eigenaren van de productiemiddelen. En niet alleen de fossiele bedrijven zelf, zoals Shell, ExxonMobil, Total, niet alleen zij hebben belang bij fossiele brandstoffen, maar ook andere sectoren die je niet direct tot de fossiele industrie zou rekenen. Bijvoorbeeld de plasticindustrie of de agrobusiness. Voor de plasticindustrie geldt bijvoorbeeld dat 99% van alle kunststof wordt geproduceerd uit chemicaliën die afkomstig zijn uit olie en gas. Nou, ook de bankensector is afhankelijk en profiteert gigantisch van de fossiele industrie. Het is niet voor niets dat in de 5 jaar na de presentatie van het Klimaatakkoord van Parijs in 2015 de 60 grootste banken wereldwijd $3800 miljard investeerden in fossiele brandstoffen. Nou, een groot deel van die gigantische bedragen is natuurlijk geïnvesteerd in brandstoffen die nog uit de grond gepompt moeten worden. En ook voor de bankensector geldt dus dat de ontmanteling van de fossiele industrie volledig ingaat tegen hun eigen belang. Winstmaximalisatie. En dat geldt net zo goed dus ook voor andere sectoren zoals de eerder genoemde plasticindustrie. We moeten dus ook helemaal geen illusies hebben in het zelfreinigend vermogen van multinationals. Zolang we leven in een systeem, het kapitalisme, waar winstmaximalisatie een doel op zich is en waar de productiemiddelen volledig van in dienst worden gesteld, zal er nooit door grote industrie uit eigen beweging vergroend worden natuurlijk. Sterker nog, het grootbedrijf zal er alles aan doen en doet er alles aan om klimaatbeleid te blokkeren en de klimaatcrisis te bagatelliseren of zelfs te bestempelen als onzin. En dit verhaal van de vanuit de grote industrie georganiseerde ontkenning of bagatellisering van de klimaatcrisis begon in de tweede helft van de 20e eeuw. Eind jaren 70 konden olie- en gasbedrijven er steeds minder omheen dat door hun veroorzaakte emissies de planeet in rap tempo lieten opwarmen. Ze werden hierover notabene ingelicht door interne onderzoeksrapporten. Nou, die bevindingen over de klimaatcrisis, die gaan natuurlijk compleet in tegen de belangen van de fossiele industrie zelf. En werden gewoonweg genegeerd of sterker nog, als het gaat om interne onderzoeksrapporten, onder het tapijt geschoven. Nou, niettemin groeide in de jaren 80 wereldwijd steeds meer het maatschappelijk bewustzijn over de vernietigende gevolgen van fossiel brandstofgebruik of verbruik voor het leven op aarde. Nou, je kan je voorstellen dat dat bewustzijn, of dat groeiende bewustzijn, dat het multinationals totaal niet beviel. Aangezien dat bewustzijn natuurlijk kan leiden en zal leiden tot noodzakelijke maatregelen die de gigantische winsten van de fossiele industrie en andere sectoren dus ook in hun slipstream in gevaar dreigden te brengen. Nou, daarom gingen grote bedrijven vanaf de jaren 1980 volop in de aanval tegen de wetenschap. Nou, hoe pak je dat dan precies aan? Of hoe pakte de grote industrie dat precies aan? Nou, door een uitgebreid netwerk te creëren en financieren van denktanks en lobbyisten die elke vorm van klimaatbeleid probeerden te saboteren. Maar ook bijvoorbeeld door het financieren van zogenaamde AstroTurf-bewegingen. En AstroTurf-bewegingen, dat lijken spontaan ontstaande actiegroepen die bestaan uit mensen die strijden voor een bepaald doel. Maar in werkelijkheid zijn AstroTurf-bewegingen actiegroepen die gemobiliseerd zijn en ook vaak betaald worden door grote bedrijven om de belangen van het kapitaal te verdedigen. En om de publieke opinie in het voordeel van grote bedrijven te beïnvloeden. Nou, ook burgerlijke media en politici die hebben een kwalijke en ook een echt actieve rol gespeeld
in het zaaien van verwarring over de klimaatcrisis. Hè? Op tv zie je bijvoorbeeld hoe van de klimaatcrisis een klimaatdebat werd gemaakt. Waar, hè, je had dan tv-formats waarbij je aan de ene kant klimaatalarmisten had en aan de andere kant klimaatskeptici die elkaar dan bestreden met argumenten die even goed wetenschappelijk leken, maar natuurlijk in werkelijkheid een totale vertekening waren van de wetenschappelijke consensus die er bestaat over de klimaatcrisis. Miljarden bedrijven speelden ook in op de publieke opinie door de maatschappij gewoonweg bang te maken over klimaatbeleid. Hè? Wat betekent klimaatbeleid bijvoorbeeld voor uw energierekening en voor uw portemonnee over het algemeen? Voor uw mooie auto, voor uw vrijheid? Nou, deze angstzaaierijen, deze onder meer in de vorm van reclamespotjes die de kijkers van die spotjes angst aan moesten jagen over klimaatbeleid. Nou, er valt op detailniveau nog heel veel te zeggen over het veelkoppige desinformatienetwerk dat werd opgetuigd door de grote industrie. En niet alleen door de fossiele industrie. Maar als we daar meer over praten, dan houden we niet genoeg tijd over om het over extreem rechts te hebben. Maar een laatste punt dat ik wel wil maken is dat vandaag de dag de fossiele bedrijven de complete ontkenning van de klimaatverandering en blokkering hebben ingewisseld voor het in woord erkennen van de klimaatcrisis om vervolgens elke vorm van klimaatbeleid wel te saboteren. De strategieën die je daarbij hanteert, zoals bijvoorbeeld greenwashing, nou ja, daar kan je op zich weer een hele meeting op zich over houden, maar het is wel belangrijk om aan te geven dat daar een verschuiving in heeft plaatsgevonden. Nou, net zoals in de Verenigde Staten geven grote bedrijven ook in Nederland geld aan klimaatontkenners en hun projecten. Dat gaat om wezenlijke hoeveelheden geld, maar je kan ook niet spreken van megabedragen. Klimaatskeptici in Nederland, die kunnen namelijk heel erg kostenefficiënt opereren, omdat ze heel erg profiteren van de desinformatie die in de VS is gefabriceerd. Hè. Stel je maar voor, als jouw werk er alleen uit bestaat om Amerikaanse verzinsels over het klimaat te vertalen naar het Nederlands, kan je op zich best wel goedkoop te werk gaan. Je komt met een blog, een YouTube-kanaal en een klein clubje klimaatontkenners, kom je al een heel eind. Nou, wat klimaatontkenners in Nederland ook erg heeft geholpen, is dat ze bij gevestigde dagbladen, zoals bijvoorbeeld de Telegraaf natuurlijk, maar ook bij de Volkskrant, vaak op gratis publiciteit konden rekenen voor hun platforms en voor hun ideeën. Bijvoorbeeld in de vorm van kritiekloze interviews of zelfs een eigen column. Wie zijn die klimaatontkenners en wie zijn de belangrijkste klimaatontkenners in Nederland dan precies? En wat zijn hun platformen? Wat zijn de belangrijkste platformen? Nou, ik zal ze niet allemaal noemen, maar wel dus die belangrijkste noemen of uitlichten. En een van de belangrijkste figuren in de Nederlandse klimaatontkenners scene, dat is Marcel Krok. Dat is een freelance wetenschapsjournalist die zich al jaren inzet als eigenlijk een soort van grote verbinder tussen extreemrechts, grote bedrijven en anti-wetenschappelijke initiatieven die vooral gericht zijn, maar niet uitsluitend gericht zijn op klimaatontkenning. En daarom is het de moeite waard om deze figuur eens wat verder uit te lichten en ook vooral zijn netwerk, omdat hij volgens mij echt de perfecte belichaming is van klimaatontkenners in Nederland. Nou, Krok is de oprichter van verschillende klimaatontkenningsinitiatieven. Hij richt samen met twee antisemitische stukjesschrijvers, Hajo Smit en Riepke Zelmaker. Ik kan ze niet anders noemen dan dat. En je zal later horen waarom dat ook relevant is om dat antisemitisme van die twee figuren te benoemen. Maar met die twee figuren richtte hij in 2009 het populaire klimaatskeptische blog ClimateGate op. En sinds 2019 vormt Krok samen met oud Shell-werknemer Guus Berghout de drijvende kracht achter de stichting Klintel. Nou, Klintel, dat is volgens Krok, en ik citeer, een onafhankelijke stichting die objectief bericht over klimaatverandering en klimaatbeleid. Nou, deze stichting organiseert dan ook verschillende lezingen en geeft rapporten uit. En het zal je niet verbazen, maar bij die lezingen zijn dan vooral extreemrechtse organisaties en politici te gast. Hè, tot dusver het onafhankelijke karakter van Klintel. Nou, Krok zelf staat ook heel erg dicht, of persoonlijk heel erg dichtbij extreemrechts. Hij heeft in het bijzonder warme banden met Baudet, banden die al vanaf 2011 zijn aangehaald. Want in dat jaar, in 2011, werd Krok namelijk door Baudet uitgenodigd om te spreken bij Baudets leesclubje Winfried. Nou, en Krok zou bij FVD ook al jaren opereren als een soort van partijideoloog klimaatzaken.
een adviserende rol hebben over hoe te berichten over klimaat aan Forum voor Democratie. En zoals je hier kan zien op het plaatje, zie je ook dat Krok zich heel graag laat uitnodigen door Forum voor Democratie. Het Forum Journaal, en hij was ook een van de hoofdgasten bij het partijcongres van Forum in 2017. En ook Krok's eigen platformen, dus Climtel en ClimateGate, zijn een warm bad voor uitgesproken extreemrechtse figuren. Voor het zogenaamde onafhankelijke Climtel werken bijvoorbeeld meerdere overtuigde FVD'ers, die zowel voor FVD als voor Climtel politiek werk doen. En om terug te keren bij dat eerdere antisemitisme wat ik net noemde, van Krok's medeoprichters van ClimateGate. Het is opvallend dat ClimateGate, dus een weblog over klimaatontkenning, niet alleen een plek is voor klimaatontkenning, maar ook een platform is waar ja, gewoonweg antisemitische, pseudo-historische complottheorieën worden verspreid. Nou, een goede, om maar een voorbeeld van te geven, een goede vriend van Krok en medeoprichter van ClimateGate, deze meneer, Riepke Zijlmaker, die schreef in 2016 voor ClimateGate bijvoorbeeld een stuk waarmee hij begrip bij de lezer probeerde op te brengen voor het plaatsvinden van de Holocaust. Nou, in de commentaren onder datzelfde stuk schreef dezezelfde Zijlmaker dat de Holocaust een 6 miljoen Joden hoax is, gebaseerd op propaganda van het Zionisme die al rond 1900 circuleerde. Nou ja, zo zijn er nog meer van dit soort compleet ja, neonazistische hersenspinsels van Zijlmaker en dus ook van zijn collega Hajo Smit te vinden op ClimateGate. En dezezelfde figuren zie je trouwens ook heel vaak figureren in filmpjes van ja, meer populaire neofascistische extreemrechtse mediakanalen, zoals bijvoorbeeld dat van de neofascistische uitgeverij De Blauwe Tijger. En ik wil ook benadrukken dat deze mensen die ik nu noem, dat dit prominente zijn in de Nederlandse klimaatontkenners zien. En niet zomaar wat zolderkamerfascisten die op een schimmige, slecht bezochte website tekeer gaan. En deze voorbeelden moeten vooral laten zien dat leugens over klimaat, extreemrechtse organisaties en partijen en extreemrechts gedachtegoed in Nederland als ja, eigenlijk drie handen op één buik zijn ook vaak met elkaar overlappen. Nou, en dat brengt me bij de extreemrechtse retoriek over klimaatontkenning zelf. En als je een eerste oppervlakkige blik werpt op klimaatontkenning van extreemrechts, dan lijken de leugens van extreemrechts in Nederland in elk geval in grote mate identiek te zijn aan de propaganda die de grote industrie eigenlijk al sinds de jaren 80 verspreidt. En net als grote bedrijven maken extreemrechtse partijen de gewone burger, het gewone volk, bang over de kolossale kosten van klimaatbeleid. En ook de schijnargumenten die extreemrechts inzet tegen het bestaan van de klimaatcrisis, die komen meestal rechtstreeks uit de koker van de fossiele industrie. En een duidelijk voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Baudet's leugen dat heel veel CO2... heel erg goed is voor de plantjes. Nou, hetzelfde wordt echt al decennia lang beweerd door de grote industrie. Maar er zit ook een verschil in. De fossiele industrie en andere sectoren zaaien vooral verwarring over het klimaat om hun winsten te beschermen. Voor extreemrechts is dat niet in de eerste en de meest belangrijke beweegreden om klimaat te ontkennen. Voor extreemrechts is klimaatontkenning vooral een krachtig middel om massa's te mobiliseren voor hun eigen politieke project. En met die leugens over klimaatontkenning probeert extreemrechts voornamelijk een voedingsbodem te vinden bij de middenklasse. Hè? De sociale laag waar extreemrechts traditioneel gezien ook vaak haar grootste aanhang vindt. En daar stelt het haar retoriek dan ook op af. Nou, voordat ik verder ga over die retoriek zelf, is het ook belangrijk om precies te krijgen wat die middenklasse dan precies is. En dan vooral vanuit marxistisch perspectief gezien. En waarom nu juist neofascistische en andersoortige extreemrechtse partijen als Forum voor Democratie en de PVV vooral bij deze sociale laag een voedingsbodem zoeken en ook mogelijk kunnen vinden? Nou, de middenklasse, of ook wel de kleinburgerij genoemd, of de petite bourgeoisie, die bevindt zich volgens marxisten tussen de kapitalistische en de arbeidersklasse in en wordt onder meer ja, gevormd door kleine en middelgrote ondernemers, boeren, managers, ambtenaren. Het is een heel heterogene laag. Leon Trotsky in meerdere geschriften die beschreef het als een sociale laag die ideologisch, economisch en politiek schittert in alle kleuren van de regenboog. Nou, de hoogste regionen van de kleine burgerij die staan dichter bij de kapitalistische klasse, terwijl de onderste regionen eerder overeenkomsten vertonen met de arbeidersklasse. Bijvoorbeeld op het gebied van leefomstandigheden, inkomen. Nou, in periodes van economische bloei
kan de middenklasse mee profiteren van het kapitalisme. Maar in crisistijd is de grote kans dat ook de kleinburgerij, net als de arbeidsklasse, in de problemen, in de financiële, materiële problemen komt. De middenklasse die kan niet zoals rijke kapitalisten buigen op grote financiële reserves, op schaalvoordelen. En tegelijkertijd, wat de middenklasse ook onderscheidt van de arbeidsklasse, is dat in tegenstelling tot de arbeidsklasse, de middenklasse geen eigen organisaties heeft zoals de vakbond. In crisistijd ontstaat er bij grote delen van de kleinburgerij ook een vrees dat deze wordt verlaagd tot het bestaansniveau van de arbeidersklasse en misschien wel daaronder. Nou, die vrees over een soort van teruggeworpen worden in bestaansniveau, die is niet op niets gebaseerd. Je ziet dat in crisistijden de materiële positie van de middenklasse ook verslechtert, wat je vooral bijvoorbeeld heel duidelijk kon zien in de verschillende economische crisis in de eerste helft van de 20e eeuw, die grote delen van de middenklasse ruïneerde. Nou, op juist die angst om geruïneerd te worden, speelt extreemrechts in. En ze kunnen dat zeker met wat succes doen. Ze kunnen zeker met wat succes als grote redder van de middenklasse neerzetten, als er geen krachtige linkse organisatie bestaat die een werkelijk alternatief biedt voor dat systeem wat diezelfde middenklasse ruïneert tijdens de economische crisis, het kapitalisme. Nou, algemeen kenmerk van extreemrechtse retoriek is dat ze in haar wereldbeeld de kleinburgerij eigenlijk voorstelt als de ruggengraat van de samenleving. Het toonbeeld van wat je ook wel het volk kan noemen. Nou, dat volk is in de extreemrechtse voorstelling doorgaans een raciale pure eenheid. Ook een spirituele eenheid, een culturele eenheid met dezelfde tradities. En ook een volk dat verbonden is met niet alleen voorouders, maar ook de grond, een soort van bloedverwantschap heeft met de grond waarop het zou zijn ontstaan. En dit volk zou op zijn krachtigst zijn als die puurheid, die ik net noemde, die behouden wordt en beschermd wordt. En er dus geen inmenging plaatsvindt met andere volkeren, wat degeneratie of iets dergelijks zou opleveren. Het volk zou verzwakken, kort gezegd. Nou, dat toonbeeld van het volk, die eigen gereide, eigenwijze middenstand, die is weliswaar in hun voorstelling de ruggengraat van de samenleving, maar wordt tegelijkertijd volgens extreemrechts constant en van alle kanten bedreigd en verzwakt. De middenklasse heeft namelijk te dealen met dure arbeiders, die alsmaar strijden om hogere lonen en betere werkomstandigheden. Terwijl machtige kapitalisten diezelfde kleinburgerij op oneerlijke wijze ruïneren, bijvoorbeeld door ze weg te concurreren met stuntprijzen. En dat vaak ook in samenwerking zouden doen, volgens extreemrechts, met de overheid, die vooral de middenklasse ongunstig gezind zou zijn. En tot slot wordt de middenklasse natuurlijk volgens extreemrechts bedreigd door migranten, door moslims, door mensen die de cultuur van het volk zouden aantasten, hun tradities en die het volk een minderheid in eigen land zouden maken. Hetzelfde geldt ook voor feministen die de tradities van het volk daaraan zouden tornen. En in plaats van de echte oorzaken van kapitalistische crisis aan te wijzen, probeert extreemrechts de schuld ervan dus in de schoenen te schuiven van denkbeeldige vijanden. Of althans, het vijandbeeld is natuurlijk compleet denkbeeldig, maar het richt zich wel op werkelijk bestaande groepen mensen. Tot dat vijandbeeld behoren natuurlijk moslims, migranten, zwarte mensen, feministen, maar ook bijvoorbeeld voorstanders van klimaatbeleid. En als je de teksten van Forum voor Democratie en de PVV erop naslaat, dan betogen zij dat klimaatbeleid, net als massa-immigratie en LHBTQI+ emancipatie, deel uitmaakt van een groter overkoepelend complot van cosmopolitische cultuurmarxistische elites. En wat willen die elites dan precies? Nou, die willen volgens extreemrechts niets liever dan de... ik zal even mijn geluid uitdoen. Die willen niets liever dan de traditie, cultuur, geschiedenis en identiteit van het Nederlandse volk slopen, vernietigen en gewone burgers ondergeschikt maken aan een supranationale macht, in handen natuurlijk van diezelfde elites, en dus de soevereiniteit van dat volk afnemen. Nou, in Nederland gaat vooral Forum voor Democratie zover door te beweren dat klimaatbeleid onderdeel is van een soort van communistisch meesterplan. Het is volgens Baudet, die zegt, klimaatbeleid is een excuus om ons hele leven te reguleren, om de controle over alle aspecten van de samenleving te krijgen en
ik citeer nog steeds Baudet, om dus een oude wens van de socialisten te vervullen. Het is niet toevallig dat Baudet dus de klimaatbeweging met een watermeloen vergelijkt, zoals je net al kon horen in dat filmpje. Hè, groen aan de buitenkant, rood aan de binnenkant. Socialisme met een nieuw jasje. Nou, wie zou er allemaal deel uitmaken dan van die gigantische geheimzinnige complot? Nou, volgens extreemrechts zijn dat niet alleen klimaatactivisten, maar ook bijvoorbeeld neoliberale partijen. Hè, in Nederland rekent extreemrechts zowat alles wat links van de PVV en van Forum voor Democratie staat tot diezelfde watermeloenbeweging. Nou, buiten het feit dat er natuurlijk helemaal niet zo'n complot bestaat, is het natuurlijk compleet belachelijk om te beweren dat een partij als de VVD ook maar iets gemeen heeft met klimaatactivisten. Hè? In de afgelopen decennia als hebben nog vijf minuten? Oké. Okay. Ja. Hebben neoliberale partijen alles aan gedaan om de kapitalistische orde te beschermen. En om klimaatbeleid te dwarsbomen. Hè. De maatregelen die genomen of voorgesteld worden door neoliberale partijen, die blinken vooral uit in ineffectiviteit en zijn vooral individualistisch van aard. Hè. In plaats van grote bedrijven aan te pakken, wordt met voorstellen als een vleestaks of rekeningrijen, wordt eigenlijk de rekening neergelegd bij werkende mensen. Nou, het is voor extreemrechts helemaal niet relevant dat neoliberalen en serieuze klimaatactivisten lijnrecht tegenover elkaar staan. Sterker nog, de kracht van de complottheorieën van extreemrechts zit er nou juist in door vol te houden dat klimaatactivisten en neoliberalen, dat die onder één hoedje spelen en gezamenlijk een donkerrode samenswering bekokstoven. Nou, door dat te beweren, kan extreemrechts haar politieke project presenteren als het enige betrouwbare alternatief. En dat alternatief is natuurlijk nog makkelijker te verkopen als er nauwelijks een linkse organisatie of partij bestaat die een werkelijke oplossing biedt tegen dat vernietigende systeem dat bijvoorbeeld de klimaatcrisis veroorzaakt. Nou, als het en trouwens daarnaast wordt het extreemrechts natuurlijk nog makkelijker gemaakt door neoliberaal klimaatbeleid. Want mensen hebben terecht het gevoel dat ze door dat neoliberale individualistische klimaatbeleid, dat ze zij de prijs betalen en niet de grote bedrijven. Nou, wat is een andere uiteindelijke functie van dit soort complottheorieën? Nou, dat is denk ik even luguber als simpel, namelijk een vergoeilijking van extreemrechts geweld tegen verschillende groepen die tot dat vijandbeeld van extreemrechts behoren, waaronder dus klimaatactivisten. Het volk heeft er volgens extreemrechts namelijk fysiek, materieel belang bij om de ondergang van de eigen natie en van het eigen volk dus te stoppen. En dat is alleen maar mogelijk door binnen- en buitenlandse vijanden, waaronder dus die mensen die dat klimaatbeleid pushen, te bestrijden en fysiek te verwijderen. Als je dat logisch doorredeneert, dan komt dat in de praktijk alleen maar neer op georganiseerd geweld, op deportaties. En ik denk dat geen overtrokken conclusie of bewering is. Want als je vandaag de dag kijkt naar tweets of van Baudet of Wilders, dan dromen ze hem elke week hardop van de deportatie van moslims en migranten. En hij zei Baudet onlangs bijvoorbeeld nog dat hij terugverlangt naar tijden waarin antifascisten op hun bek geslagen konden worden. Dus ik denk dat we die woorden ook heel erg serieus moeten nemen. Even kijken, ik denk dat ik omwille van de tijd dat ik hier even dit even laat voor wat het is. En eindig, of tenminste doorgaan naar klimaatnationalisme. Zoals ik al zei aan het begin van mijn inleiding, wil ik namelijk mijn inleiding afsluiten door het kort te hebben over de mogelijke veranderingen in de klimaatretoriek van extreem rechts in de nabije toekomst. Of verschuiven die mogelijk nu al plaatsvinden naar wat ook wel klimaatnationalisme of groen nationalisme wordt genoemd. Dat is één en hetzelfde begrip. En de afgelopen jaren heeft een groep academici en activisten die zichzelf samenbundelt in wat ze zelf het Zetkin-collectief noemen, die hebben interessant onderzoek gedaan naar de relatie tussen klimaat en extreem rechts. En dit collectief stelt vast dat er binnen mondiaal extreem rechts verschillende houdingen bestaan ten opzichte van de klimaatcrisis. Of althans dat er verschillen zijn in de retoriek hierover. En ze concluderen, Zetkin-collectief concludeert, dat het niet langer zo is dat klimaatverandering glashard ontkend wordt door alle vooraanstaande extreemrechtse partijen en organisaties.
Ja, zo zie je inderdaad dat in Duitsland bijvoorbeeld extreemrechtse Alternatieven voor Duitsland nog altijd keihard op de klimaatontkenningstoer gaat. Terwijl JA21 in Nederland en het Franse Rassemblement National de klimaatcrisis wel zien als iets dat reëel is. Zoals je net ook al eventjes hoorde in dat audiofragment met Annabel Nanninga. Maar ook in die zogenaamde erkenning van de klimaatcrisis zit in de regel echt een onmisbare racistische component. Vaak bijvoorbeeld in de vorm van de overbevolkingsmythe. Schijnoorzaken aandragen voor de klimaatcrisis, zoals overbevolking, dat zijn voor extreem rechts juist bruikbare verklaringen. Juist en omdat het ze in staat stelt om de schuld van natuurrampen af te schuiven op mensen uit regio's met bijvoorbeeld hoge geboorte- en bevolkingscijfers. En daar hebben ze het vooral vaak gemunt, bijvoorbeeld op het Afrikaanse continent, waar ze het sowieso al op gemunt hebben. Nou, de schuld voor de klimaatcrisis leggen bij vluchtelingen, bij zwarte mensen en moslims. Dat doet bijvoorbeeld Marine Le Pen van het Rassemblement National heel erg sterk. En dat wordt volgens het Zetkin-collectief ook gezien als een partij die dan klimaatnationalistisch zou zijn. Nou, Le Pen beweert namelijk dat nomadische volkeren, vluchtelingen dus, dat die ontworteld zouden zijn en vanwege hun nomadische aard niet zouden geven om het klimaat. Nou, hierin zit dus ook weer een typisch extreemrechts kenmerk van mensen opdelen in verschillende volkeren met zogenaamd een eigen vaste volksaard en ook een soort van hiërarchie natuurlijk aanbrengen. En het geeft Le Pen een rechtvaardiging om die volkeren, die buitenlandse volkeren, te weren uit het eigen land, omdat ze niet zorg zouden dragen voor de Franse natuur, zoals het Franse volk dat wel zou doen, omdat ze wel geworteld zijn in hun eigen grond. Nou, Le Pen beweert dan ook dat het klimaat nationalistisch is en dat de crisis niet op mondiale schaal, maar juist op het niveau van de natie opgelost moet worden. Nou, tegen mensen die niet tot het volk gerekend kunnen worden, kunnen daarom eigenlijk ouderwetse stokpaardjes van extreemrechts ingezet worden, zoals de sluiting en verdere militarisering van de staatsgrenzen en ook racistische bevolkingspolitiek. En voor klimaatnationalisten wordt juist zulk moorddadig beleid gerechtvaardigd met de klimaatcrisis. Dat soort maatregelen, zoals militarisering van de grenzen, kan namelijk aangekleed worden als een verdedigingsmechanisme om beperkte levensruimte en grondstoffen van het eigen volk af te schermen, van zwarte mensen en moslims, het vijandbeeld van extreem rechts. Eigenlijk tegen iedereen die niet tot het eigen volk behoort. Niet voor niets noemde een vertegenwoordiger van Rassemblement National, Jordan Bardella, de grens de beste bondgenoot van het klimaat. Dat is dus een extreemrechtse gedachtegang. Nou, voert dit klimaat, afsluitend, voert dit klimaatnationalistische perspectief de boventoon binnen extreemrechts? Nou, dat valt lastig te zeggen. Als ik naar grote landen als Brazilië onder Bolsonaro, de VS onder Trump of Duitsland met AfD kijk, dan zou ik nee zeggen. Maar als je bijvoorbeeld nu een blik werpt op Frankrijk of Italië met Lega Nord of Duitsland, de jeugdafdeling van AfD. Dan moet ik zeggen dat over de hele genomen klimaatretoriek van extreemrechts steeds sterker gekenmerkt wordt door een beweging richting dat klimaatnationalistische. Per land ligt dat natuurlijk anders en in Nederland zie je bijvoorbeeld dat keiharde ontkenning nog duidelijk de boventoon voert. Al zie je daar ook wel een beweging in komen met JA21 richting andere richting dat klimaatnationalistische. Ik denk hoe dan ook dat het aannemelijk is dat de meeste delen van extreemrechts vroeg of laat richting dat klimaatnationalistische op zouden schuiven. En de verklaring daarvoor is heel simpel. De klimaatcrisis zal zich op een gegeven moment ook in Europa steeds scherper manifesteren en steeds grotere materiële gevolgen hebben, waardoor het ook voor extreemrechts in Nederland op een gegeven moment onhoudbaar wordt om het klimaat of klimaatcrisis te ontkennen. En lijkt een beweging richting dat klimaatnationalistische dus waarschijnlijk. Ik zou nog een hele hoop meer kunnen zeggen, maar ik ben net gewaarschuwd, dus Sevim. Dus ik hou het hierbij. Dankjewel, Hans. Dankjewel voor je waardevolle inleiding. Ik heb je nog een paar minuten extra gegeven, omdat we wat later zijn begonnen. Dank u allemaal. Ik wilde even melden, wij gaan zo de livestream op Facebook gaan we afsluiten. Maar wil je meedoen aan de discussie? Wil je nog wat iets zeggen of iets vragen aan Hans? Dan stuur een bericht. Dan sturen wij je link via de Zoom, link Zoom. En dan kun je deelnemen. Ik wil jullie allemaal bedanken dat je deel hebt genomen. En ik zie jullie heel graag weer terug
bij de volgende bijeenkomst. Fijne avond.